Zo, Nelleke Bon hier nogmaals van Floralis.nl. En we zijn bezig geweest met het maken en het voorbereiden van een corsage. Nou, dit is de laatste video waarin we de bloemetjes bij elkaar gaan binden, zodat het daadwerkelijk een corsage wordt. We hebben voorbereidingen getroffen waarbij we alle bloemetjes op een draad hebben gezet. Dit hebben we afgewikkeld met bint, met een bloemenband. Heette ook vroeger kautschuk. En we gaan nu eventjes alles bij elkaar binden en netjes afmaken tot een mooie corsage. Goed. Nou, we hebben hier dus een stukje hortensia. We hebben hier de hoofdbloem. Orchidee. Bloemetjes van een agapanthus. En wat je eigenlijk doet, is je zet de bloemetjes hier onderaan gewoon bij elkaar als een klein boeketje. En alle bloemetjes die erbij komen, die zet je op, met een korenschooftechniek, dus mooi de stelen dezelfde kant op, tegen elkaar aan. Netjes tegen elkaar aan. Dat is een klein mini boeketje. Hier nog een keer dat blad erbij. Ja, zo krijg je echt mooi een rosetje. Draai ook af en toe het ijzerdraad om, zodat je die stevigheid krijgt, dat het geen kant meer op kan. En als laatste zet je het blad er tegenaan. En ook dat draai je mee. Als het allemaal bij elkaar zit, als een klein boeketje, dan ga je dus de stelen afknippen. Op een bepaalde lengte, dat je denkt van nou, dat is wel goed. Nou, dan hou je dat over. Het mooie is als je trouwens ietsje scheef knipt, dat is makkelijker. Want we gaan dit bloemenband ook nog een keer om alle stelen heen wikkelen. Om het netjes af te werken. Ik val heel erg buiten het beeld. En ook dit bloemenband wikkel je om de stelen heen. Netjes. Draaien. Nou, vervolgens heb je zo gedraaid dat er heel netjes een puntje ontstaat. Nou, wat je nu nog kan doen, is het steeltje afwerken met een stukje lint. Mag, is helemaal niet nodig. En je prikt er een naaldje doorheen. En vervolgens kan die, zeg maar, op de kleding gespeld worden. Ja, het mooie is als het een beetje, dat het steeltje naar beneden is en dat je de corsage, de bloemetjes mooi ziet. En dan kan hij zo bij de man omhoog, bij de vrouw omlaag. Dat zijn de regels voor een corsage. Nou, die maak je vast met een speld en dan is die helemaal klaar. Goed laten zien. Nou, ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Laat me weten als je nog iets niet begrijpt, want dan kan ik er altijd nog weer een video over maken. Ik besef me heel goed dat het voor mij een gesneden koek is, omdat ik het dagelijks doe, bij wijze van spreken. Maar als je er niet mee bekend bent, dan kan het zijn dat ik iets heel belangrijks over het hoofd zie. Laat me dit weten, want dan ga ik je er gewoon mee helpen. Ga ik gewoon nog een video maken.
Helemaal leuk. Oké, succes hè.